Vandaag vond er een bijeenkomst plaats van DC Tech, een initiatief van multinationals met als doel het inkopen van gezamenlijk elektrisch vervoer. Op de bijeenkomst werd een aantal nieuwe deelnemende partijen verwelkomd, waaronder Schiphol. Ook prins Maurits was aanwezig. Hij is voorzitter van het Formule E aanjaagteam. Dat moet zorgen voor een snelle introductie van elektrisch rijden. MVO is in, daar ben ik altijd blij mee. Maurits van Oranje, goedemiddag. Alle vernieuwing en ook vernieuwing en mobiliteit is leiderschap nodig om de vernieuwing in te zetten met allerlei onzekerheden. En de bedrijven die er vandaag, hebben getekend en die vandaag hier aanwezig waren, die hebben laten zien dat ze de handen bijeen houden om dit soort leiderschap, om een verandering ook te trekken. Wat vindt u van Schiphol in dit opzicht? Nou, ik heb de aantallen mogen zien, mag ik tegen niemand zeggen, en ik vind dat heel bemoedigend. Als oud Schiphol-medewerker ben ik hartstikke trots dat Schiphol hier positief aan participeert. Wij doen mee omdat we echt concreet nou invulling willen geven aan wat wij hebben afgesproken. Namelijk in 2012 willen wij klimaatneutrale operatie voor onze eigen activiteiten hebben. Ja, dan moet je daar ook echt iets aan doen. Dus we hebben nu hier getekend dat wij volgend jaar 20 elektrische auto's gaan aanschaffen. We hebben er al 2 rondrijden, dus dat worden er dan 22. Nou, dat is de eerste stap. En die inkoop gaan we samen met andere bedrijven doen. Want dan maak je echt concurrentie mogelijk in die markt. En dan zie je ook dat elektrisch vervoer in Nederland echt een vlucht kan gaan nemen. Wanneer rijdt u zelf elektrisch? Ik heb hem besteld, dus het ligt er even aan wanneer die komt.